Met mijn eigen liedjes gaat het fantastisch goed. Afgelopen twee singles, Jij bent niet meer die man van toen. Wat over een drugspersoon ging die helemaal afgeleid. De volgende single was Ik leef vandaag. Was weer echt tegenovergestelde van verdriet. Dat was echt vrolijkheid. Mijn album komt 10 oktober uit. Via Energy. Bij Tom Peters. Nieuwe platendeal getekend waar ik echt heel erg trots op ben. En er komt weer een nieuwe single uit. Dus we zijn eigenlijk volop bezig met nieuwe dingen. En heerlijk gewoon. Die nieuwe single. Wat gaat het worden? Dat is een hele goede vraag, want dat weet ik zelf nog niet. We zijn druk bezig met het album wat bijna klaar is. Volgende week leggen we daar de laatste hand aan. En dan gaan we, nadat we alle mixen hebben gemaakt, gaan we een keuze maken voor de volgende single. En dan 10 oktober knallen met het album. Ja, en dan zag ik dat je binnenkort een concert hebt. Ja, 13 november op een donderdag in het Muze Sacrum. Bijna uitverkocht. Kunnen 1000 mensen in en er waren nog 160 kaartjes over. Dus... Ik zie het goed komen. Verschrikkelijk spannend. Met een liveband en natuurlijk allemaal mensen die echt naar jouw ding komen. Dus ik neem ze eigenlijk mee in het verhaal van muziek. Maar ook in het verhaal van gewoon Frank de Mens. Nou ja, toch, ik ben pas 32. Met een hoop ervaring opgedaan in dit vak. Ook een hoop meegemaakt van vreugde tot verdriet. En zowel privé als zakelijk. En ik neem ze met elk liedje mee, want elk liedje wat ik in die 12 jaar tijd heb opgenomen heeft allemaal een verhaal. Maar niemand weet eigenlijk wat voor verhaal achter dat liedje zit. Hoe is het ontstaan? Welke emotie of herinnering heb ik erbij? En dat probeer ik eigenlijk als de rode draad in mijn concert mee te nemen, zodat ik het publiek meetrek in de gedachten van mij.